klokslag 10 uur werd vanmorgen het 75-jarige avonturenpark geopend voor het nieuwe seizoen. Dat gebeurde op een feestelijke manier, uiteraard onder de bezielende leiding van het parkduo Kareltje en Jasmijn. Zij zetten zoals ieder jaar weer een show neer om het iedereen naar de zin te maken en ze zongen erop los. Maar liefst 75 bezoekers uit ieder geboortejaar tussen 1936 en 2011 waren uitgenodigd om de opening en de verjaardag van het park te vieren. De 75-jarige mevrouw Looyer viel de eer te beurt om op de rode knop te drukken en zo de deuren van het park echt te openen. Ook werden er nog een heleboel ballonnen opgelaten en daardoor werd het een kleurrijk geheel. Wie ook niet ontbrak was de oud-parkdirecteur Hans van den Berg. Hij keek van een afstand toe en werd ontvangen door de huidige managers van het park. Hij kon zien hoe het voormalig theehuis De Elf Provinciën uitgegroeid is tot het oudste pretpark van Nederland, een attractiepark van formaat. Wie dit jaar het park bezoekt, loopt de kans om in het zonnetje gezet te worden. De 75ste bezoeker werd vanmorgen al in de bloemetjes gezet. En ook de 750ste, 7500ste, 75.000ste en de 750.000ste zullen dezelfde behandeling ondergaan.